Ankie, waar jij op zit, is niet zo moeilijk, hè? Nee. Schimmel. Ik zit op kerstje op Julia. We zijn al bij 9 jaar oud. Het grappige is natuurlijk wel, ik reed vroeger cocktail. En iedereen weet intussen wel dat Jazz een zoon van cocktail is. Maar Tineke reed vroeger op uniform. En Julia is een zoon van uniform. Dus we hebben gewoon eventjes van papier gewisseld of zo. Ja. Ankie en allebei de Hengst en jou en zo klopt lichte toerenniveau. Ze hebben allebei Christenjors en Intermediair ingenomen, gewonnen en soms ook nog wel eens foutjes gemaakt. Want het is natuurlijk niet altijd even simpel om een dekhengst de wedstrijdsport te bedrijven. Hoe ik gisteren heb opgemerkt, gisteravond op de prachtige dressuuravond, dat er dus heel veel goede vakkundige ruiters zijn die die goede paarden heel goed kunnen voorstellen. Het wordt steeds beter. En wij willen graag laten zien waar we mee bezig zijn, want we willen nog meer als alleen Prisciusos. We willen ook wat hoger. Deze hengst moet straks het allerhoogste niveau gaan lopen. En daarvoor is controle heel belangrijk aan de hand. Jij mag veel meer van me zien. Ja, het belangrijkste is in de training, en zeker met de hengst, die natuurlijk toch ietsje sneller afgeleid is, met je controle. En ik rijd zelf altijd ontzettend veel overgangen. En dan nu, zoals nu schuif binnenwaarts rijdt, en daarin een keer rustig een beetje een tutteldrafje laat doen, of een overgang met een stap. Of ik ga een beetje vergroot rijden, en ik krijg of ik nog meer draf eruit krijg. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat een paard niet alleen maar ontzettend groot kan draven, maar dat hij ook handig is met zijn benen. En het mag dus ook best zo zijn dat een draf misschien even een beetje lullig is, omdat zijn paard toch die balans moet vinden. Ja, en ik snap wel dat de fokkers dat misschien liever niet hebben. Maar ik als dressuurrijder heb een ander streven, want ik wil op concours en ik wil daar heel goed zijn. Dus mij is de training vooral belangrijk dat ik op concours dat kan laten zien wat gevraagd wordt. En dan natuurlijk wel zo spectaculair mogelijk. Als je het uitzet, hè? Nee, ik probeer opzij te gaan. Voorwaarts, of sta je dan? Ja, ik vind dat echt zo groot als ik denk nou. Weet je nog cocktail, weet je nog? Ja, probeer het een beetje na te doen, want hij heeft natuurlijk toch ook talent zat om groot zijwaarts te gaan. En we willen toch uitstralen? Zijn ze allebei natuurlijk en lenig. Ja, het zijn misschien toch wel hele verschillende paden, maar wel allebei paden denk ik, waar je dus echt verschillende dingen mee kunt laten zien. Dan probeer ik groot te dragen op dit moment. En ik ook. Julia heeft natuurlijk een iets aan de voorbeen als Jazz. Jazz, ja, het is hartstikke scherig, dus het was hartstikke goed. Ja. Ja, bij de dressuurarts hebben we meestal iemand op de grond nodig om te weten of het goed genoeg was, weet je wel. Dus als je het goed vindt, laat het even weten. Ja, ik. Zo, en Jazz doet het weer. Weet je wat het verschil is tussen gisteravond en vandaag? 10 graden. Dat is serieus. Ankie, waarom niet? Zoveel minder warm als gisteren. Ik had gisteren een thermohemd aan, dus ik kan er niet vergelijken. Nou, jij vindt dit wel veel fijner, hoor. Het is net als toch, dat is natuurlijk een probleem met die indoors. Paarden worden op een koud interrijterrein warm gereden. En dan krijgen ze in één keer 25 graden in zo'n hal over zich heen. Omdat jullie dan in je blouse op de tribune kunnen zitten, weet je. Maar nu gaat het goed. Prima. Ik ga galopperen tussen hier. Ja, laten. Want de galop is ook een hele belangrijke gang van een dressuurpaard. In de Grand Prix, dat hebben we al vaak gezegd, 1/3 gedeelte komt in galop. Alle oefeningen, changementen, appuiementen, pirouettes, in galop, brengt veel punten. Dus die moet van de grond afgesprongen. Ruim grijp ik naar voren. Junior kan ook heel mooi, hè? Jij hier. Zo, braaf. Heel goed zo. En dan ook de oefeningen weer. Ankie, want als jij je mentor aanleren, dat kun jij heel goed vertellen. Laat ik haar altijd vertellen, dan neem ik nog iets mee naar huis om te oefenen, weet je wel. Ja,
meesters is het ontzettend belangrijk dat je je paard goed in de hulp hebt staan, die mooi recht is op twee teugels, eigenlijk een klap. En dan dat je defensief alleen maar je been om hoeft te leggen om zo'n wissel te krijgen. Waarbij het natuurlijk belangrijk is dat het paard mooi recht blijft. En als het kan, dan ook nog een mooie grote wissel wil springen. Naar voren. Maar ik moet ook een beetje kissen, kreeg ik jouw kijk mee eigenlijk.